De meeste mensen houden de borstel zo vast, waarbij ze krampachtig in het handvat knijpen en de borstel gelijk heel erg gaat klimmen. Ik houd de borstel hier vast, met ontspannen hand en ontspannen schouder. En ik laat de borstel zijn werk doen. Zo kun je, wanneer je de borstel voelt klimmen, de borstel heel gemakkelijk tegenhouden met behulp van de zwaartekracht en hem dus zijn werk laten doen. De borstel moet vanaf hier gaan borstelen, niet vanaf hier. Vanaf hier. Het bovenste stukje van de borstel moet de huid juist niet raken. De rest zet je tegen je hond aan. Je volgt de vorm van je hond. Op die manier is de borstel heel gemakkelijk te hanteren en is hij niet zwaar. Heb je last van de slang, dan kan je deze tussen je heup en de tafel klemmen met een beetje speelruimte. Zelf wacht ik altijd net zo lang met schoonmaken van de borstelband totdat hij helemaal vol zit met haar, een dikke laag haar. Overal, helemaal rond. Je wipt het haar dan omhoog met een schaar en klipt het daar dan door. Op deze manier kun je heel makkelijk het haar in één keer van de band afhalen.